In de serie Sporen van Ajax gaat schrijver Menno Pot op zoek naar plaatsen in Amsterdam waar Ajax historie heeft geschreven. In deze buurt heb ik dierbare persoonlijke geschiedenis liggen, kan ik wel zeggen. In de jaren 93-95 woonde mijn toenmalige vriendin hier om de hoek op de Droogbak. Ik werd daar vaak wakker. En dat betekende, kwam erop neer dat als ik kaarten voor Ajax-wedstrijden moest halen, Europa Cup, beker, weet ik veel wat, dan moest ik dat doen bij een sigarenzaak hier in de buurt. Dat was hier, deze sigarenzaak, Haarlemmerstraat 96, Hartje Scheepvaartbuurt. En dit is de sigarenzaak van een grote Ajaxiet geweest. Benny Muller, bekend speler uit de jaren 60. Hij heeft deze zaak gehad van 1960 tot aan 2000, pas toen verkocht hij hem. En hij stond in de tijd dat ik er kaarten kwam kopen ook vaak nog zelf in de winkel. Waarom had hij die zaak dan? Als voetballer? Ja, dat was noodzaak. Deze winkel mag je eigenlijk zien als een symbool voor de laatste generatie Ajaxiden eigenlijk die niet binnenliep van voetbal. Er in het begin niet eens van kon leven. Dus die moesten er een beroep naast hebben. En in het geval van Benny Muller was dat winkelier, sigarenzaak. Eind jaren 50, begin jaren 60 verdiende Ajaxiden 40 gulden voor een overwinning. 20 gulden voor een gelijkspel, 10 gulden bij een nederlaag en 5 gulden per training. Het was een semi-prof inkomen, laten we maar zeggen. In de latere jaren 60 kon hij er een tijd wel goed van leven. Toen verdiende Benny Muller in zijn laatste seizoenen vlak voor 1970 48.000 gulden per jaar. Daar hoeven we niet discreet over te doen, want dat heeft hij zelf in interviews ook wel gezegd. Dat was overigens al behoorlijk stevig boven modaal leven. Maar alsnog, daar werd je niet financieel onafhankelijk van. Er is wel veel veranderd aan die Haarlemmerstraat. In de tijd dat ik hier rondliep en kaartjes voor Ajax kocht, was het echt een buurtstraat. Een beetje buurtwinkeltjes, buurtcafeetjes. Nu zie je dat het veel urbaner is geworden. Er zit veel meer horeca, chique winkels, zodat toeristen hier ook iets te zoeken hebben. Het is echt onderdeel van de binnenstad van Amsterdam geworden. Eigenlijk meteen nadat Benny Muller gestopt was in 1970, toen kon dat bij Ajax wel. Die generatie ging eigenlijk pas echt goed verdienen, zodat ze er ook na hun carrière financieel onafhankelijk van bleven. Nou, de generatie van Benny Muller niet, die moesten er een baan naast hebben. En in het geval van Benny Muller werd dat dus een sigarenzaak. Hij was van huis uit diamantslijper, maar besloot in 1960 een sigarenzaak te openen. Dat kwam vaker voor. Voetballers deden dat wel vaker. Sjaak Zwart had ook een sigarenwinkel. Piet Ouderland ook. Werner Schaaphok ook. Tony Pronk had een sportzaak. Ook dat kwam wel eens voor. Klaas Nuninga was onderwijzer. En trainer Rinus Michels was gymleraar. Michels was ook de man die bij het Ajax-bestuur erop aandrong dat de club verder moest professionaliseren. Begin van de jaren 60 verdienden die Ajax-spelers een beetje. Maar Michels wilde dat ze echte beroeps zouden worden, want dan kon de club stappen maken richting misschien wel de Europese top. En dat bleek ook. Al voordat Michels kwam, had Ajax voor het eerst een internationaal prijsje gewonnen, de Intertoto Cup van 1962. En met Michels werd voor het eerst in 66 een grote Europese topclub uitgeschakeld in de Europa Cup. Liverpool met 5-1 werd er gewonnen in de beroemde mistwedstrijd in het Olympisch Stadion. Nog eens 3 jaar later stond Ajax voor het eerst in de finale van de Europa Cup 1. Die verloren ze kansloos van AC Milan, maar het geeft wel aan dat Ajax op weg was naar die Europese top. Ze waren er nog niet, maar er begon iets te groeien. En dat was allemaal met die generatie Benny Muller. Is die winkel nog hetzelfde als vroeger, uit de tijd van Benny Muller? Nee, hij is enorm veranderd. Je ziet dat de kassa binnen op een andere plek staat. Het assortiment is ook anders. Het is niet meer echt een sigarenzaak in de traditionele zin van het woord. Dus ook dat is allemaal met de tijd meegegaan. In de tijd dat ik hier kwam, stond er met hele mooie gotische geel-bruine letters Benny Muller op het raam. Die zijn nu weg. De winkel heet niet eens meer officieel Benny Muller. Maar het mooie is, iedereen in de buurt noemt hem nog wel zo. Deze winkel, dat is Benny Muller. Blijft zo. Hij had zijn winkel 40 jaar, Benny Muller. Van 1960 tot 2000. Toen verkocht hij hem. Maar hij woont hier nog steeds. Benny Muller speelde de hele jaren 60 in Ajax 1. In 1970 speelde hij zijn laatste wedstrijd in het eerste team. Dus dat is precies voor die gouden periode, want die begon eigenlijk in 1971 met de winst van de eerste Europa Cup. Daar kwam ook het grote geld in zicht. Dus hij hoort echt tot de generatie die in elk geval in financieel opzicht net de boot gemist heeft eigenlijk.
In financieel opzicht zeg ik daarbij, want sportief gezien heeft de man nog altijd een carrière gehad waar een speler van tegenwoordig een moord voor zou doen. Hij heeft 426 duels in Ajax 1 gespeeld, 5 landstitels, 3 KNVB-bekers, Intertoto Cup gewonnen en de eerste Europa Cup 1 finale uit de clubhistorie gespeeld. Ga er maar aan staan. We hebben het hier over een grote Ajax-iet, alleen eentje met een niet zo heel grote bankrekening. En al die tijd was deze sigarenzaak het fundament onder zijn voetballers bestaan. Romantisch idee, vind ik toch.